Huis van Lydia is een initiatief van Mijntje Haakmeester. En ze heeft een heel fantastisch project opgestart. En dat heet Days for Girls Kit. Mijntje, kun je ons daar iets over vertellen? Ja, Days for Girls, dat willen we introduceren in India. Waar ik al een aantal jaar mee werk aan een project. En dat gaan twee verschillende projecten worden. En Days for Girls, dat is maandverband, uitwasbaar maandverband voor dames. Die in India hebben maar 10% van de vrouwen toegang tot maandverband. En de andere vrouwen die gebruiken allerlei materialen die eigenlijk niet zo prettig en niet gezond zijn. Er wordt heel anders aangekeken tegen meisjes die menstrueren in India. Ja, meisjes die menstrueren die zijn onrein. En in vooral in de afgelegen gebieden mogen ze ook niet het huis in. Moeten ze in de schuur bij de dieren worden. Want waar bestaat dit uit, die kit? Kun je uitleggen wat het is? Ja, die kit bestaat uit twee inleggers. Dat zijn deze. Dit zijn de shields, noemen ze dat. De shields. En de shields die gaan. Daar krijgen ze er twee van. En dan krijgen ze 8 van deze inleggers. Die kunnen gevouwen worden. En dan kan je er ook 2, als je heel zwaar menstrueert, kan je er 2 in doen. En daarbij krijgen ze ook ondergoed, een stuk zeep en een washandje. En uitleg en een briefje over de cyclus die ze erbij krijgen. En ze krijgen daar uiteraard ook een heel eind voorlichting over hoe het allemaal werkt. Ja, we gebruiken dit materiaal, dat heet PUR. En dit moeten wij bestellen. Dit materiaal dat laat niks door, net als bij babyluiers. En dit is eigenlijk het duurste materiaal wat erbij is. En dat alles gaat in zo'n zakje. En het heeft allemaal vrolijke kleurtjes. Dus dat is ook heel anders dan wat ze normaal gesproken gewend zijn. Dus dat ze in sommige landen, heb ik gelezen, in Nepal mag je bijvoorbeeld geen stof gebruiken met dierenafdrukken. Dus er is ook rekening mee te houden met wat voor materiaal gebruik je. Ik begreep dat het ook aan kwaliteitsnormen voldoen moet. Ja, elke kit moet minimaal 3 tot 4 jaar meegaan. Dat is wel de bedoeling. We proberen in januari terug te gaan. En dan nemen we 500 kits mee. Die gaan we uitdelen. En daarnaast gaan we dan deze vrouwen het zelf leren. We nemen ook alle materialen mee. En de patronen enzovoort. En dat laten we daarachter. Dat is eigenlijk de insteek. En dat is ook wat Days for Girls doet. Die gaan hun ook. Daar is ook een programma hoe ze hun eigen bedrijf kunnen opzetten hierin. Ja.